Muziek speelde in de middeleeuwen een belangrijke rol. Waar het lezen en schrijven van verhalen zich voornamelijk beperkte tot de adel en de geestelijke, dan kende iedereen van boer tot koning liedjes en deze werden natuurlijk gezongen. Maar ja, net als met verhalen uit de middeleeuwen is het probleem dat we veel van deze liederen niet kennen omdat ze niet zijn opgeschreven. We weten wel dat ze er waren omdat er wel over deze liederen is geschreven, maar welke tekst en melodie erbij hoorden, dat weten we niet altijd. In deze video een introductie op het middeleeuwse lied met daarbij muzikale ondersteuning van enkele van onze hedendaagse Nederlandstalige troubadours. De troubadour, de troubadour. Hendrik van Veldeke was een dichter uit de 12e eeuw en is daarmee de oudste bij naam bekende Nederlandstalige schrijver die we kennen. Een ontwikkelde man, geboren in een ridderlijk milieu die het schrijven als een serieuze taak zag. Hij schreef in het Duits, Latijn, Frans en in zijn moedertaal het Limburgs. Hij was zo populair dat een boek waar hij mee bezig was, werd gestolen. Pas na 9 jaar kreeg hij het terug en kon hij het werk voltooien. Van Veldeke schreef onder andere over het leven van heiligen, ridderverhalen over Griekse ridders en lyriek, een ander woord voor liederen. Van zijn hand zijn ongeveer 30 liederen bewaard gebleven en met name Hoofse minnelyriek, oftewel liefdesliedjes. Het is in deze periode dat de liefde in Hoofse vorm wordt gecultiveerd in verhalen en in liedjes. De dichter reflecteert op de liefde en ziet deze als het hoogste goed. Doordat het nooit extreem persoonlijk wordt, kan de luisteraar zich makkelijk identificeren. Sla je armen om me heen. Naast de teksten van Van Veldeke zijn er middel-Nederlandse Hoofse liederen gevonden van een Brabantse hertog. Hertog Jan de Eerste, die in de 13e eeuw leefde. Tegenwoordig kennen we hem vooral als biermerk, maar deze levensgenieter hield van muziek en gedichten. Een opvallend element in de middeleeuwse liefdesliederen is dat veel van deze teksten beginnen met een beeld uit de natuur, zoals vogels, bomen en bloemetjes. Dit verschijnsel heet in het Duits Natureingang. En zo'n inleiding met natuur is natuurlijk een metafoor, soms zelfs een beetje erotisch. En het is iets wat je nog steeds regelmatig in hedendaagse popliedjes ziet. De lentezon gaat stralen. Naast deze minneliederen is de ballade ook een typische liedvorm uit de middeleeuwen. Het is eigenlijk een verhaal in liedvorm, met gepaard rijm, dus Sinterklaasrijm. Dramatisch met een magisch of mythisch randje. Het bekendste voorbeeld daarvan is het lied van de heer Halewijn. Een bijzonder lied over een prinses die wordt meegelokt door een vrouwenlokker en een seriemoordenaar. Maar zij is hem te slim af en ze onthooft hem met een zwaard. Het afgehakte hoofd kan overigens nog steeds praten en in de slotregels wordt het hoofd zelfs opgediend. Daar werd gehouden een banket. Of het echt middeleeuws is, weten we niet zeker. Waarschijnlijk bestaat het verhaal al eeuwen, maar het werd pas in de 19e eeuw door de Vlaamse schrijver Jan Frans Willems opgeschreven. Heb je het over de middeleeuwen, dan heb je het over de kerk. Dus uit deze periode stammen liederen over God en over Maria, maar ook kerstliedjes zoals Nu zij het welle komen, die nog steeds worden gezongen. Een ander genre is het historielied, zeg maar een gezongen geschiedenisverhaal. Een middeleeuws voorbeeld is het lied over de moord op Floris de Vijfde. In het lied wordt verteld dat hij is vermoord door Gerard van Velzen. Want Floris zou de vrouw van Van Velzen hebben verkracht. En dat doe je natuurlijk niet. Nee, dat doe je. Zo zijn we niet getrouwd. Dus dan... Dat zal hem kosten zijn leven. Nog een bekend lied is het Egidiuslied, een klaagzang. De dichter betreurt hierin de dood van een overleden vriend die in de hemel is. Terwijl de dichter vol verdriet nog door moet met het aardse leven. Egidius, waar bent u bleven? Wie langt naar die? Dit Egidiuslied komt uit het zogenoemde Gruuthuse handschrift uit de 15e eeuw, dat samen met het Antwerps liedboek uit 1544 de belangrijkste bronnen zijn voor de middel-Nederlandse lyriek. In het handschrift staan niet alleen liederen die geschreven zijn door de adel of door de geestelijke, maar ook door burgers. En dit zijn veel liefdesliederen, maar ook kroegliederen, dansliederen, afscheidsliederen en vriendschapsliederen. Ook zijn er pikante liederen over een geestelijke die wordt betrapt met een vrouw in zijn bed en over een meisje dat op zoek is naar een naald voor in haar kokertje. Aha. Nog een opvallend lied is het Kerelslied. Een lied waarin wordt gescholden op de mannen, op paupers, op boeren. De terugkerende regel in elk complet is: daarom is de kerel zo daas, hij eet eens meer dan hij smag. Oftewel, daarom is een kerel zo gestoord, want hij vreet veel meer dan hij aan kan.
Het Antwerps liedboek komt uit 1544 en bevat 221 liederen. Officieel waren de middeleeuwen natuurlijk voorbij in 1544, maar veel van deze volksliedjes komen oorspronkelijk uit de middeleeuwen. En daarnaast hebben veel van deze liederen een oorsprong uit het milieu van de rederijkers. Je weet wel, die dichtende mannenclubjes die ook toneelstukken schreven. Een van deze liederen is een afscheidslied dat net als veel andere liederen uit deze video te beluisteren is op de website Vogela. Adieu, mijn allerliefste. Het moet nu gescheiden zien. En via de link van het afscheid nemen wil ik deze video eindigen met onze eigen troubadour, Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet. Bedankt dat je hebt gekeken naar deze vlogboekvideo literatuurgeschiedenis over het middeleeuwse lied. Heb je de smaak te pakken gekregen? Kijk dan ook een van de andere video's die ik heb gemaakt over deze periode.